Hoi allemaal, ik ben Jana van Diepe Steurnen en wat leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe video. Volgen jullie ons al op Instagram? Dan mis je niks van onze turnavonturen. Vandaag geven we tips voor een element. En dit keer is het de Arabieren balk. Dus laten we snel beginnen. Voordat je de Arabieren op de balk doet, is het natuurlijk handig dat je hem goed op de vloer kan. Daarom beginnen we vandaag met het oefenen op een lijntje. De Arabier lijkt een beetje op de ratslag. Wanneer je benen helemaal boven zijn, moet je zo snel mogelijk weer sluiten. Het is belangrijk dat je je handen op de juiste manier plaatst en goed afduwt. Door goed af te duwen ontstaat er een vluchtfase. Zorg ervoor dat je armen goed langs je oren blijven. Als je dit goed beheerst, kun je de lage balk op. In het begin is het nog even aanvoelen hoe je je handen kunt plaatsen. Als je dit nog een beetje spannend vindt, probeer het eerst op deze manier. Probeer nu de Arabier. Een zacht matje zorgt ervoor dat je je landing wat kan dempen. Natuurlijk kan je ook even vragen of iemand je wilt vangen. Hij of zij kan dan de beweging begeleiden. We hebben nog een aantal tips voor het maken van een Arabier op de balk. Zorg dat je hem net zo groot doet als dat je op de grond doet. Want vaak vinden turnsters hem eng en daarom doen ze hem te klein. Hoe doe je dat? Je zet een grote stap, je plaatst je handen ver en zorgt ervoor dat je benen recht boven de balk gaan. En niet via de zijkant. Door je benen via de bovenkant te laten gaan, maak je de beweging goed af. Als je benen via de zijkant gaan, dan smokkel je en maak je de beweging te klein. Dit kun je herhalen op de lage balk totdat je het beheerst. Wat ook heel belangrijk is, is dat je goed gaat afduwen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er een vluchtfase in de Arabier zit. Dat betekent dat aan het einde je handen en voeten niet tegelijk op de balk staan. Je moet dus heel hard afduwen en je armen direct meenemen langs je oren. Zodra het lukt, ga je een stapje verder en oefen je hem op de hoge balk. Denk goed aan de tips. Grote stap, handen ver, benen via de bovenkant en hard afduwen. Ook hier kun je vragen of iemand je eerst wilt vangen. De landing is natuurlijk ook belangrijk en is afhankelijk van hoe goed je de Arabier hebt gedaan. Als je de Arabier niet goed afmaakt, kan het zijn dat je scheef uitkomt. Je benen via de bovenkant meenemen helpt je dus om de landing netjes af te maken. Dit waren onze tips voor Arabier op balk. Hopelijk hebben jullie wat handige tips eruit kunnen halen. Is de Arabier jou nou gelukt? Laat het ons dan weten in de reacties. Het zou ook leuk zijn als jullie ons volgen op Instagram. Die komt hieronder in beeld. Vergeet je niet te abonneren en dan zien we jou weer bij de volgende video. Doei!